Dus 10 dagen geleden begonnen. En dus we konden redelijk wat dagen nog gewoon ja, stappen met onze laarzen erdoor. Maar uiteindelijk werd het wel te hoog en moesten we een brug krijgen van de brandweer. Of we konden er niet meer door. De brandweer heeft dan een brug speciaal voor ons gemaakt. De brug was hoger dan het water, maar nu is het water ook al een beetje gestegen, waardoor dat het water eigenlijk al een beetje over de brug bijna komt. Ik was in het begin niet zo bang, maar het water was alsmaar hoger gekomen, dus dan was ik wel een beetje bang geworden. Maar als ik echt bang word, dan kan ik naar papa gaan en dan stelt hij mij altijd gerust. Nu lijkt het echt alsof dat hier zee is, met al de golven. Gewoon de sterkte van het water. Je ziet ook schuim. Maar eigenlijk normaal zien we het echt gewoon overal, zo ver ik kan kijken, velden. Oké, Lene, dus jij gaat nu achter al. Mij staan. Ja, nee, gewoon naast. Nee, ik ga de stroom tegenhouden voor jou. Nee, dat hoeft niet. Kom naast. Lene, het is super sterk. Het huis is volledig veilig. Mijn papa heeft verteld dat het veilig is. Ik maak me dus ook geen zorgen over het huis. Ik zou graag dat het stopt met regenen en alles wegtrekt, dat wij gewoon rustig op een normale manier zonder zorgen naar school kunnen. Hey, super tof dat je deze video al bekeken hebt. Als je hem leuk vond, geef hem dan zeker een like. En wil je nu nog meer zien? Check het dan gewoon hier.